Goedendag. De herfst laat zich steeds meer zien in de natuur. Zo zijn de essen op dit moment al mooi goudkleurig op sommige plaatsen in het land. En ja, we krijgen ook steeds meer herfstweer. Al lijkt het niet helemaal op de herfst als we kijken naar de temperatuur. Want ook vandaag is het toch wel aardig zacht voor de tijd van het jaar. Wel komt er vrij veel bewolking voor. En die bewolking is allemaal gekoppeld aan een storing die vooral nog boven Duitsland ligt vandaag. Het is een band met bewolking en regen die over het westen van Duitsland ligt. Vooral het oosten en midden van het land hebben daarmee te maken met de bewolking ervan. Maar we hebben ook de aanvoer vanuit het zuidwesten en daardoor is het ook vandaag nog aardig zacht te noemen. Wat we ook zien is dat er een lage drukgebied in de buurt ligt en dat daarna nog een tweede laag volgt over Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de restanten van Kirk, maar ja, van Kirk krijgen we niet bijzonder veel mee. Wel is het zo dat het donderdag toch wel even onstuimig wordt als de wind naar het noordwesten draait. Trekken ook een aantal stevige buien over en kan de wind nog even aardig uitpakken. Goed, vandaag valt het dus allemaal nog wel mee. We hebben die storing boven Duitsland liggen met de regen al daar. En de bewolking daarvan die ligt vooral ook nog over het oosten en deels midden van het land. De zon heeft het daar toch al beduidend moeilijker. En richting het westen, daar komt nog een hele enkele bui voor. Maar de droge periode hebben toch echt wel de overhand vandaag. En bij een meest matige zuidwestenwind worden er zacht temperaturen van 17 of 18... met een beetje zon zelfs 19 graden vanmiddag. Ja, echt wel een zachte kant dus. En vanavond wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Er blijft nog lange tijd droog. Maar komende nacht wordt de bewolking in het zuidoosten dik genoeg voor wat regen. En zeker in het zuiden van Limburg kan het even stevig doorregenen. Toch denk ik dat een groot deel van het land ook de nachtperiode nog droog beleeft. Al kan in het uiterste westen ook nog een bui van zee binnenkomen. Minima liggen rond een zachte 12 graden. En dan morgen liggen die restanten van Kirk dus over Duitsland heen. Daar veel regen, ook al wat wind. Maar bij ons valt het allemaal wel mee. De bewolking wordt wel in de loop van de dag dikker. De temperatuur komt ook al wat minder hoog uit dan vandaag en de voorgaande dagen. En zeker in het oosten en zuidoosten opnieuw regen. Vooral in de middag kan het in Limburg, maar ook de Achterhoek, misschien ook wel Twente nog even stevig doorregenen. Maar elders in het land valt het dus allemaal wel mee. En aan de kust kan nog een enkele bui van zee binnenkomen. Het kan soms ook een wat pittigere bui zijn met ook onweer. En de nacht naar donderdag draait de wind van zuidwest naar noordwest. En die trekt dan behoorlijk aan. Kracht 6, misschien even kracht 7 langs het water of aan zee. En daarbij dus ook beduidend lagere temperaturen. En daarbij trekken ook een aantal buien over het land. En die buien kunnen soms even wat pittiger uitpakken. Het is echt wel een beetje onstuimig weer die donderdag. Maar goed, tot storm komt het dus niet. En als we verder in de termijn kijken, later in de week, dan zien we dat het weerbeeld allemaal wat rustiger wordt. Maar in eerste instantie zit de wind nog in de noordwesthoek. En dat is nog altijd wel een vrij frisse hoek. Temperaturen van 12, 13 graden op vrijdag en zaterdag. Ook de nachten zijn toch wel aardig koel. Misschien in het binnenland de eerste echte vorst op 1,5 meter hoogte. En begin volgende week zien we de temperatuur voorzichtig aan klimmen. En ook als we naar de pluim kijken voor het midden van het land, zien we dat de temperaturen aardig gaan stijgen. We komen zo halverwege volgende week op het gemiddelde van 20 graden uit in het binnenland. En als we nog even de pluim van het zuidoosten erbij pakken, komen we ver in de 20 graden uit. Er zijn zelfs al wat onzekere members die richting 25 gaan. Ik wens u een fijne dag.